Mooi dat we elkaar op deze manier weer tegen kunnen komen. En we kunnen gaan hebben over wat zijn we nou volop aan het doen vanuit de Vechtalverbinding. Want de werkzaamheden van de Vechtalverbinding zijn al op een aantal plekken gaande. Maar op dit moment staan we bij Varssen. Eigenlijk bij de aansluiting tussen de N340 en de N48. Want daar gaat de komende periode een heleboel veranderen. En wat gaan we hier dan doen? We gaan op deze plek de nieuwe verbinding maken tussen de N340 en de N48. Dat betekent dat die met een verbindingsboog wordt aangelegd en niet meer via de verkeerslichten gaat zoals die op dit moment aanwezig zijn. Daarmee wordt de doorstroming voor het verkeer een stuk beter, wordt het een vloeiende beweging die we kunnen maken vanuit Zwolle richting Hardenberg en maakt het ook dat daarmee de veiligheid beter wordt. Want zodra we niet meer bij de verkeerslichten hoeven te stoppen, niet meer allerlei opstoppingen hebben, kunnen we een stuk beter doorstromen. En als die doorstroming goed is en de veiligheid op orde is, ook dan gaan we qua leefbaarheid gewoon de situatie een stuk verder verbeteren. We staan op dit moment op de plek waar de nieuwe rotonde aangelegd gaat worden. En daar zijn we eigenlijk al een tijdje mee bezig. De afgelopen periode zijn er heel veel bomen gekapt en is er gewoon beeld echt anders geworden in de omgeving. En uiteraard als we de bomen weghalen, gaan we straks ook weer keurig tot de herplant van al die bomen over. En de nieuwe situatie weer aankleden. Tegelijkertijd worden er ook heel veel kabels en leidingen verlegd. Want op de plek waar de weg ligt, kunnen we zometeen niet alle kabels en leidingen ook hebben liggen. Dat is wat we op dit moment volop aan het doen zijn. Ook is in het kader van de flora en fauna al een heleboel zaken opgepakt. Zijn de inventarisaties gedaan, hebben we al de verplaatsing gedaan van een aantal dieren om te zorgen dat die niet in het traject meer zitten. Dus dat maakt dat er al heel veel voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn. En eigenlijk allemaal om te zorgen dat de verbindingsboog die we hier aan gaan leggen, de nieuwe aansluiting met de rotonde die we hier aan gaan leggen, de carpoolplaats die we gaan verleggen, dat die straks op deze plek neergelegd kan gaan worden. Het is een nieuwe manier waarop we elkaar op moeten op dit moment. Vooral via de digitale weg. Toch kan ik me goed voorstellen dat dat wel vragen oplevert. En die vragen die moet u gewoon stellen. Kijk op onze website www.vechtalverbinding.nl. Daar staat een e-mailadres wat u kunt gebruiken. Daar staat ook een telefoonnummer wat u kunt bellen. En dan kunnen wij uw specifieke vraag kunnen wij beantwoorden. Begin augustus 2020 starten we met de daadwerkelijke realisatie van de verbinding tussen de N340 en de N48. De reconstructie van de N48. Het aanleggen van de fietstunnel onder de N48 en het realiseren van een turborotonde. Deze werkzaamheden worden grotendeels buiten verkeer uitgevoerd. Het verkeer ondervindt hier dus geen hinder van. De bouwactiviteiten zijn wel zichtbaar. Wel is het noodzakelijk om een aantal nachtafsluitingen toe te passen van de N48 om de werkzaamheden uit te voeren. Dit is onder andere nodig om bijvoorbeeld tijdelijke verkeerssystemen in te kunnen richten op een veilige manier, maar ook markering aan te brengen en het nieuwe asfalt aan te kunnen brengen. Die tijdelijke afsluitingen die vinden plaats tussen eind juli en november 2020. Medio november 2020 wordt de nieuwe verbinding tussen de N48 en de N340 opengesteld. Verkeer vanuit Zwolle richting Hardenberg-Hogeveen gaat dan via een andere route rijden. Ze gaan niet meer via de bestaande verkeerslichten rijden, maar kunnen via de nieuwe turborotonde hun weg vervolgen. Deze werkzaamheden duren tot medio februari 2021. Zodra de werkzaamheden aan de N48 en aan de Balkenweg klaar zijn, dat is medio november, gaan we verder met de werkzaamheden in het verkeer die hier bij de aansluiting Varssen plaatsvinden. Hierdoor is het nodig dat het verkeer vanaf Raalte richting Hogeveen-Hardenberg tijdelijk via een andere route gaat rijden. Zo kunnen we de bestaande toe- en afrit afsluiten en het nieuwe knooppunt definitief aansluiten. Dan kunnen we ook de nieuwe hoofdroutes op de N48 en de N340 definitief openstellen. Achter mij ligt de Bosteeg en de carpoolplaats. Deze sluiten wij af om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De Bosteeg wordt definitief afgesloten vanaf juli 2020. De carpoolplek wordt tijdelijk afgesloten en wordt terug aangebracht begin 2021. De parallelwegen langs de N340 worden tijdens de werkzaamheden eveneens aangepast. Tijdens deze werkzaamheden is de bereikbaarheid voor fietsers altijd gegarandeerd. Wij werken altijd maar aan één van beide zijden van de parallelwegen. Medio maart 2021 gaan wij de Varssenerdijk reconstrueren. Dit doen wij in 4 weken in combinatie met een afsluiting. Dan zullen onder andere de verkeerslichten die er nu staan verwijderd worden. Tijdens deze afsluiting is de andere ontsluitingsroute naar Ommen, de Balkenweg, is dan gewoon geopend.
Vanaf eind juli 2020 gaan wij de N48 aan de westzijde eerst uitbreiden. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van, want de werkzaamheden vinden achter de barriers plaats. Na de zomervakantie gaan wij ook starten hier bij de Balkenweg met het aanpassen van de toe- en afritten. Deze toe- en afritten worden dan afgesloten. Er worden lokale omleidingen ingesteld zodat de Balkenweg tijdens de werkzaamheden wel gewoon bereikbaar blijft. Tijdens de werkzaamheden aan de Balkenweg en de toe- en afritten van de Balkenweg blijft Ommen altijd bereikbaar via de Vassenerdijk. De werkzaamheden op de Balkenweg worden uitgevoerd omdat de kruispunten die er nu liggen omgebouwd gaan worden tot rotondes. Dit betekent ook dat de toe- en afritten verlegd gaan worden. En dit heeft ook als gevolg dat enkele andere wegen zoals de Emslandweg en de Hessenweg West verlegd moeten gaan worden. Deze verlegging vindt plaats met een afsluiting. De percelen, de omliggende percelen, worden met een lokale omleiding bereikbaar gehouden. Nadat de N48 aan de westzijde is verbreed en de toe- en afritten aan de westzijde bij de Balkenweg zijn vernieuwd, gaan we aan de oostzijde van de N48 uitbreiden en de toe- en afritten bij de Balkenweg ombouwen. Dit gebeurt in combinatie met een afsluiting van de toe- en afritten naar de Balkenweg aan de oostzijde. Tijdens deze werkzaamheden worden er lokale omleidingsroutes ingesteld, zodat de Balkenweg voor het verkeer gewoon bereikbaar blijft. Eind oktober, begin november gaan we de Balkenweg zelf ombouwen. De huidige kruispunten onderaan de toe- en afritten worden dan omgebouwd naar twee rotondes. Het ombouwen van deze kruispunten naar rotondes vindt plaats in een afsluiting die 2 weken duurt. Om de rotondes op de Balkenweg veilig aan te leggen, wordt de Balkenweg 2 weken afgesloten. In deze 2 weken wordt er veel werk verzet. Er worden 2 complete rotondes gerealiseerd en de fietspaden worden aangepast. We hebben er bewust voor gekozen om deze afsluiting buiten de vakantieperiode te plaatsen, zodat de omgeving hier er zo min mogelijk last van heeft. Tijdens de werkzaamheden aan de Balkenweg blijft de Balkenweg voor fietsverkeer altijd open. De fietspaden zelf moeten wel vernieuwd worden. Dat betekent dat wij altijd aan één van beide zijden werkzaamheden uitvoeren en dat aan de andere zijde het fietsverkeer kan passeren. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de N48 gaan wij ook de fietstunnel onder de N48 realiseren. Achter mij ziet u dat er al ruimte is gemaakt om deze aan te leggen. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer gewoon blijven doorrijden. Het dichte deel van de tunnel gaan we aanleggen ter hoogte van de bestaande N48 en het verkeer gaat er met een bypass omheen rijden. Nadat het dichte deel van de tunnel is aangebracht, gaat het verkeer op de N48 over de nieuwe fietstunnel heen rijden. Vervolgens gaan we aan beide zijden de nieuwe fietspaden aansluiten op de fietstunnel. Dit vindt plaats buiten verkeer. Medio 2021 zal de nieuwe fietsverbinding worden opengesteld. Het is een nieuwe manier waarop we elkaar ontmoeten op dit moment. Vooral via de digitale weg. Toch kan ik me goed voorstellen dat dat wel vragen oplevert. En die vragen die moet u gewoon stellen. Kijk op onze website www.vechtalverbinding.nl. Daar staat een e-mailadres wat u kunt gebruiken. Daar staat ook een telefoonnummer wat u kunt bellen. En dan kunnen wij uw specifieke vraag beantwoorden. Tegelijkertijd zou ik zeggen, hou ook vooral de social media in de gaten. Kijk op Facebook, volg ons via de bouwapp, want daar staat de meest actuele informatie op. Maar wat we vooral willen zeggen is, we willen u graag informeren. Heeft u vragen, kom naar ons toe. En schroom niet om op deze momenten, nu het toch anders is, ons wel op te zoeken.